Vrijdagmorgen overhandigden leerlingen van basisschool De Morskring in Leiden enkele honderden handtekeningen aan onderwijswethouder Paul Dirksen. Daarin vragen ze of de gemeente Leiden een kinderburgemeester in het leven wil roepen. Het idee komt van duo-raadslid Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren. Het is de bedoeling dat er een kinderburgemeesterverkiezing komt. Dat moet dan wel de volgende wethouder gaan regelen, want Paul Dirksen die stopt na de verkiezingen. Hij is wel erg enthousiast over het idee en hij beloofde om het door te geven aan zijn opvolger. Hoe oud ben jij? 8, bijna 9. Dan word je de jongste burgemeester van Nederland, denk ik. Denk ik ook, ja. We hebben eerder in de raad gesproken over hoe kunnen we jongeren, kinderen meer invloed geven in het beleid dat we maken. Nou, Malcolm Jones van de Partij voor de Dieren had een heel goed idee van waarom doen we eigenlijk niks met een kinderburgemeester. En toen heb ik in al mijn onschuld gezegd, nou, zorg eerst maar dat er wat draagvlak voor is. Nou, dat hebben we geweten. In gesprek met heel veel scholen merkte je eigenlijk al dat ze een kinderraad hadden en ook zelfs verkiezingen hielden hiervoor. En dus het laat al eigenlijk zien wat voor politiek talenten we in Leiden hebben. Ik wil bepaald niet zelf burgemeester worden. Oh, je wil alleen maar meedenken? Ja, dat zou ik wel leuk vinden om mee te denken. Wat denk je, is een duo-baan leuk, samen burgemeester? Ja, lijkt wel leuk. Ja, want jij ziet die baan wel zitten. Ja, maar ik denk dat ik het een beetje druk ga hebben dan. Ik heb best wel veel sporten en dan ook nog kinderburgemeester. En ook nog even burgemeester erbij. Ja, dus best wel druk wordt het dan. Heb jij er wel tijd voor? Ja, ik maak er tijd voor. Ja? En wat ga jij dan als eerste aanpakken? Wel de natuur en het verkeer in Leiden. Dat vind jij de belangrijkste dingen? Ja. En jij? Ja, het plastic afval wat op de straat ligt. Wat vind je het allerbelangrijkste? Verkeer, denk ik. Ja, verkeer? Ja. Want wat gaat er niet goed met het verkeer in Leiden? Nou, sommigen denken, ja, ik heb een coole nieuwe auto. Ik ga er heel hard mee crossen door de straten. Maar dan komt er bijvoorbeeld een fietser langs en dan wordt hij bijvoorbeeld aangereden. En dat is niet zo leuk. Hey Tijmen, jij zit ook in de leerlingenraad hier op school. Of in de kinderraad heet het, hè? Ja. Is dat een beetje vooruitlopend op je burgemeesterschap? Ja, een beetje. Maar wat bespreken jullie in de kinderraad dan voor dingen? Vooral dingen om de school beter te maken en leuker te maken voor de leerlingen. Ik geloof zelfs 230 handtekeningen zijn er verzameld onder de Leidse kinderen in het primair onderwijs. En die steunen allemaal dit idee. Er zijn ook al steden in Nederland die een kinderburgemeester ook kiezen. Dus ja, dan is het duidelijk, hè? Dan ligt er een opdracht. Die kan ik niet meer helemaal uitvoeren. Ik kan hem wel voorbereiden. Maar die ligt voor mijn opvolger, de volgende wethouder onderwijs, om te zorgen dat Leiden een kinderburgemeester krijgt.